De weg leidt nergens heen voor vele vluchtelingen in Oostenrijk en Duitsland. Zonder uitzicht leven ze nog steeds in barakken. En daar leven ook de vele kinderen die reeds bij hun geboorte de status van vluchteling kregen. Voor 450 van deze kinderen heeft de Christelijke Jongerenvereniging, evenals in vorige jaren, weer een vakantie in Nederland verzorgd. In de houtrusthallen in Den Haag werden ze moe van de reis opgevangen. Vele kinderen waren ter neergeslagen, maar men zag er ook die al eerder bij dezelfde pleegouders op vakantie waren geweest en die in herkenning glimlachten. Zo hebben weer 450 kinderen uit de vluchtelingencentra van Oostenrijk en Duitsland in Nederland tijdelijke ouders en vaak ook broertjes en zusjes gevonden. Sedert de Christelijke Jongerenvereniging in 1956 met 25 kinderen begon, is er dus veel vooruitgang geweest. De kinderen zullen 6 weken in Nederland blijven en in die tijd zullen de pleegouders alles doen om iets van de beklemming weg te nemen die de abnormale omstandigheden waaronder ze gewoonlijk moeten leven bij deze kleintjes heeft teweeggebracht.